Oké, het eerste filmpje. Ik ben in dezelfde outfit als daarnet. Daar gaan we ook niet moeilijk over doen. Dit is nu eenmaal het eerste filmpje. En iets wat voor mij ongelooflijk belangrijk is om mensen te leren. En iets wat het succes van jouw proces ook enorm gaat bevorderen. Daardoor kunnen er deuren opengaan en vallen er schillen van je ogen af, waardoor dat je je leven en jezelf eigenlijk niet meer op een andere manier kunt zien, niet meer op de oude manier. En dat is een van die voorwaarden om vooruitgang te maken. Want als je alles maar op de oude manier blijft zien, dan kan iemand nog zoveel perspectieven presenteren, maar als de luiken niet opengaan, dan blijf je steeds hetzelfde zien. Met het gereedschap wat je hebt. Met je ogen, met je oren, hetzelfde zien en horen en op dezelfde manier verwerken in je brein. En dat kun je niet forceren, maar het is wel belangrijk, denk ik, om met bepaalde basisprincipes aan de slag te gaan, waardoor dat er op zijn minst inzicht komt in de verschillen. De verschillen tussen het een of het ander. Dat is hetzelfde als leren voelen. Dat doe je ook aan de hand van je lichaam. En de verschillen tussen bijvoorbeeld je linkerarm of je rechterarm. En gelukkig hebben we twee armen, twee benen. En ja, ik zeg dan nu, er zijn misschien wel mensen met één been. Maar in elk geval, zolang we een lichaam hebben waarin bepaalde dingen min of meer hetzelfde zijn, kunnen we de verschillen voelen. Het verschil tussen het gevoel in je rechter of in je linkerhand, zonder dat je dat onder woorden kunt brengen, maar gewoon dat verschil merken, betekent dat je inzicht krijgt in wat je voelt. En daar start alles mee. Nu, ik ga het hebben over gevoel. En ik ga even gewoon het voorbeeld nemen van iemand die verdrietig is. En ik zeg het al, iemand die verdrietig is, op het moment dat ik zeg, ik ben verdrietig, dat klinkt heel gewoon. Dat is hetzelfde als, ik ben Esther. En toch ben ik niet helemaal correct in mijn uitspraak. Want ik ben veel meer dan Esther. Mijn naam is Esther. Sterker nog correcter is, mijn gegeven naam is Esther. En in sommige talen, want dit klinkt natuurlijk heel overdreven in het Nederlands, maar in sommige talen is het zelfs zo dat als je letterlijk vertaalt wat er staat, dan staat daar mijn gegeven naam is. Want die naam heb ik niet gekozen, die heb ik gekregen. Mijn ouders hebben die gekozen. En ben ik Esther? In zekere zin ben ik Esther. Dat is hoe ik me voorstel. Maar ik ben natuurlijk veel meer dan Esther. Dus als je zegt, ik ben verdrietig, dan klopt dat eigenlijk niet helemaal. Want ik ben veel meer dan verdrietig. Maar ja, zo voelt het nu eenmaal. Ik ben nu eenmaal verdrietig, hoe moet ik dat anders zeggen? Is vaak de reactie die ik terugkrijg. Nu, je moet het niet anders zeggen, maar je zou erover na kunnen denken om het te herfraseren. En dat is een heel krachtig middel om te gebruiken om het perspectief waarin je je bevindt en vooral het onderscheid, het verschil tussen de twee, te ervaren. Ik ben verdrietig ten opzichte van ik voel verdriet in mij. Op het eerste gezicht is er niks aan de hand, maar schrijf die twee zinnen eens op. En ik ga niet vertellen wat dan de stappen zijn die je intern maakt, waardoor dat je tot een ander begrip daarover komt. Maar schrijf ze gewoon eens op en stel jezelf de vraag eens, wat vertellen deze twee zinnen mij over het perspectief waarin ik me bevind? Waar bevind ik mij in de eerste zin, ik ben verdrietig, en waar bevind ik mij in de andere zin, ik voel verdriet in mij? Nou, ik ga eventjes staan en daarmee ga ik het filmpje afsluiten. Want ik ga staan en ik ga de twee zinnen uitbeelden. En misschien dat je dat een inzicht geeft over hoe dat je dit zou kunnen benaderen.
Ik ben verdrietig. Dat wil niet zeggen dat ik er zo uitzie, maar ik voel mij zo van binnen. En ook al hou ik me sterk en stevig en zet ik een lach op, van binnen voel ik dit. En eigenlijk wil ik hierin ook gezien worden en eigenlijk ook weer niet. Maar ik voel mij verdrietig. Ik ben verdrietig. Hoe gaat het met je? Ik ben verdrietig. Ja. Ik voel verdriet in mij. En waarom heb ik mijn handen op mijn lichaam gelegd? Omdat ik naar het verdriet wat in mij leeft, gaat. En wat altijd in mij leeft. Ik hoef maar terug te gaan naar een bepaalde situatie waarin ik verdriet heb gevoeld. Situaties waar ik me verdrietig over voel of kan voelen. En ik kan dat naar boven halen en dan voel ik dat verdriet. En dat verdriet voel ik in mijn lichaam. En ik voel dat sterker in deze zones dan in andere zones. Dan in mijn benen bijvoorbeeld, of in mijn armen. Of in mijn hoofd. Ik voel het hier. Ik voel verdriet in mij. Dus het verschil? Ik ben verdrietig. Ik voel verdriet in mij. Wat is de actie? De actie is, elke keer als je ik ben zegt, je afvragen of dat je het ook anders kunt zeggen. Of dat het juist is wat je zegt. Dat wil niet zeggen dat je dat nooit meer mag zeggen. Ik zeg zo vaak, ik ben Esther. Maar als je er bewust van bent, dat er ook een ander perspectief bestaat, dan kan het zijn dat door dat herfraseren, voor een inzicht zorgt wat je ook voelt, waarin je het verschil voelt, waardoor dat je niet meer overweldigd wordt door verdriet. Je bent namelijk niet verdriet. Je voelt verdriet. Je ervaart verdriet. Nou, dit klinkt voor sommige mensen misschien als iets heel vanzelfsprekends, maar zelfs dan, doe het onderzoek eens en kijk eens naar jezelf en luister naar jezelf. En het mooiste is natuurlijk als je een buddy hebt waarmee je dit samen afspreekt thuis, dat je als je de ander hoort spreken in deze termen, dat je elkaar kunt verbeteren op een liefdevolle manier. Zelf alert worden op dit soort dingen is een proces wat niet meteen kan gebeuren. Als je geest überhaupt al snel afgeleid is, of als je niet erg bewust bent van jezelf, of als je altijd met je bewustzijn buiten jezelf bezig bent, of als je een enorme grote zelfcriticus hebt die eigenlijk alles overschreeuwt. Nog meer van dat soort verdedigingsmechanismes om uiteindelijk tot dat onderzoek te komen. Maar ik heb toch wel gemerkt dat als mensen zichzelf dit voornemen van, oh, ik ga daar eens op letten, dat er een bewustzijn ontstaat op dat vlak. En dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Een basispijler, een absolute basispijler om toe te passen en om een begin te maken in geleefd worden door je emoties of je emoties beteugelen en bewust vorm geven en expressie aangeven. En ik denk dat dat belangrijk is in zowel het helingsproces als in het proces van groeien. Oké, dat was het. Ik hoor graag reacties en wat dat met je doet, hoe jij dit ziet. En het volgende filmpje. Ja, het volgende filmpje zit al in de maak, in mijn hoofd. Tot ziens. Bye.